Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ben Malon. Mijn zoontje Tibor zit achterin en wij zijn de familie Ensing. En er gaat wat veranderen in de vlogs. Wij maakten altijd weekendvlogs, maar die gaan helaas stoppen. En waarom gaan die stoppen? Omdat we gaan dagelijks vloggen! We gaan nu, ik ga proberen om elke dag een vlog te uploaden, dus... Ja, er gaat een hele hoop veranderen. Dus ik probeer nu dagelijks te gaan vloggen. Dus dit is vandaag mijn eerste echte dagelijkse vlog. Het is vandaag vrijdag. Het is zaterdag 1 april. Nee jongens, en het is geen grapje. Oeh, mijn auto wibbert een beetje. Het is geen grapje, ondanks dat het 1 april is. Wij gaan echt... Ja, ik wil echt starten met het dagelijks vloggen. Ik ben met Tibo even onderweg naar Hogezand. Dat ligt vlakbij ons. En Tibo heeft even wat hemdjes en onderbroeken nodig. Want hij groeit echt als kool. En een onderbroekje die heeft hij wel vaak maar 1 of 2 dagen aan. Eigenlijk proberen we 1 of 2 dagen gewoon een onderbroekje en hemdje aan te doen. Maar hij plast ook niet echt in zo'n onderbroek. Maar ik moet wel even wat bij hebben, dus we gaan even dat doen. Mijn vriend die is op dit moment even aan het werk, die komt straks weer thuis en ik heb last van mijn lip, die is hier aan het wacht. En ik heb lekker geparkeerd in een parkeergarage, dus we worden niet gehad, dus dat is fijn. Zit er weer een auto, dat was echt even een flitsbezoekje. Je hebt zin in wat lekkers, hè, Tibo? Ja. Wil je deze? Ja. Ja, of wil je deze? Ja. En maar welke wil je dan? Die? Deze? Nee. Die? Die. Deze? Nee. Die? Ja. Oké. Okay. Yoghurt, hè? Moet knijpen. Hij denkt dat het appelmoes is, ja. En dat slurp je wel zo lekker naar binnen. Maar zo'n knijper, daar zit een soort yoghurt in. Oh ja, autosleutel is wel handig, Malon. Anders komen we niet heel ver. Die uit. Die uit. Oh, er is een deur niet dicht. Ik heb de deur niet. Nu wel. Zo. Uitkijken dat ik geen andere mensen ram. Want er staan oude mensen achter mij. Oeh, ze staan ineens dronken. Het is altijd wel krap
achteruit rijden, die parkeergarage. Dus ik vind dat altijd, moet altijd even opletten wat ik doe. Ik wil jullie zo thuis even zien wat ik gekocht heb. Het is niet echt iets boeiends. Ik kwam er echt puur alleen even om onderbroekjes. En ik dacht, oh ja, ik moet ook even pyjama's ophalen. Want Timo zit al in 9804. Hij is nog maar 2,5. Ik vind dat best groot voor een kindje van 2,5. Maar ja, dus dat heb ik zo net even opgehaald. Waar kan ik het beste langs? Oh ja, ik kan hier langs nog. Ik moest even nadenken. Dus ja, dan ga ik jullie straks even met een kleine mini op thuis laten zien. Wat is ze, jongen? Ja, ik moet heel even opletten, lieverd. Want er rijden hier allemaal auto's en ik kan even nu niet naar jou kijken. Nu kan ik wel naar jou kijken. Wat is ze? Is die niet goed genoeg? Is die niet lekker genoeg? Oh. Moet je konijntje nog? Alsjeblieft. Ja, kom maar. Oh, laat maar vallen. Laat maar vallen, is wel goed lieverd. Maakt niet uit. Nou, fietsje. Gaat u nog even. Ik had het wel makkelijk voor langs gekund. Maar we zullen wel even... Oh, dat is één. Wel makkelijk om... even wat toe te reiken. Maar ja, we gaan nu naar huis. Het was echt even een flitsbezoekje. Ik ben ook alweer zo thuis. En dan gaan we nog even lekker spelen. En meestal als Tibo op bed ligt. Want ja, heel veel mensen vragen. Goh, Marlon, hoe doe je een huishouden nu met zo'n kleine? Want dat kost wel veel tijd. Ja, dat klopt. En het is ook lastig om het huishouden te doen als hij erbij is. Dus meestal, hij doet nu nog een middagdutje. Dus ik heb nu nog even tijd om, als hij zijn middagdutje doet, mijn huishouden te doen. Zoals, we hebben konijntjes en we moeten ook eten hebben. Dus dat doe ik meestal altijd even als hij op bed ligt, dan heb ik daar tijd voor. En dan, als hij dan op bed ligt, eten en dan even het huishouden doen. Nu heb ik niet heel veel, ontzettend veel, maar... ja, ik doe dat meestal als Tibo even op bed ligt of 's avonds als hij slaapt. Meestal als Tibo wakker is, dan doe je wel je wat dingen. Maar probeer toch je aandacht op hem te focussen. Dus wij gaan nu lekker naar huis, Tibo, en dan gaan we zo spelen. Dan ben ik benieuwd hoe laat papa thuis komt. Daar ben ik echt benieuwd naar. Hè? Maar wil jij straks eten vanmiddag dan? Tussenmiddag? Wat? Konijn? Laten vallen. Alsjeblieft. Dus we gaan nu dagelijks vloggen, jongens. We moeten nog even aan wennen. Een beetje kijken hoe ik de dag nu moet invullen. Ik vind het wel spannend, hoor. Spannend. Nee, dat denk ik niet. Maar eerder van, goh, ga ik het volhouden? Ik hoop het, want ik wil dit heel graag. En ik heb heel veel zin in de motivatie. Zo, ik wil heel erg. De motivatie is heel hoog. Oh, sorry voor dit gewiebel. Ik kom echt door de weg waar ik op rijd. Maar de motivatie is heel hoog. Dus ik heb wel zin in om te gaan vloggen. Dus nu ga ik kijken hoe we de dag gaan invullen. Ik vind het nog best wel een beetje eng om op straat te vloggen. Een beetje awkward. Je hebt soms mensen die je aankijken van, wat ben jij aan het doen? Ik denk dat ik daar een beetje meer scheid aan moet gaan hebben. Ik vind het leuk om te doen. Dit maakt mij vrolijk. Dit maakt mij blij. Dit geeft mij een goed gevoel. Dus ik moet hier gewoon, ik wil hier echt mee gaan doorgaan. En ik hoop dat jullie mij daarin willen steunen. Dus vergeet dan niet te abonneren. Het geeft mij de motivatie ook om door te gaan. Doe ook even een duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter. Dat maakt me altijd blij. Laat een leuke positieve reactie achter. Dat maakt me wel altijd blij en vrolijk. Dus vergeet je gewoon niet te abonneren. En dan ga ik nu even naar huis rijden. Laat ik jullie straks thuis even zien wat ik voor Tibo heb gekocht. Zo, waren we weer lekker thuis. Ook zo deze aandoen. Zo, dan moet ik even lekker warm maken. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Ik zal beginnen met de pyjama's. Ik pak ze gelijk ook even uit. Ik heb een beetje fel licht op de achtergrond. Hoe komt het? Nou ja, daar zit een raam. Dus als je denkt, goh, licht. Nou, dat komt dus daardoor. Een beetje tegens. Maar nou ja, we doen dat er even mee. Je ziet echt dat mijn lip... Dat is echt een stuk. Nou ja.
Ik heb een grotere maat meegenomen, want we zijn laatst met hem naar de kinderarts geweest. En daar was hij 84 centimeter, dus hem nog in 92 te doen, dat vind ik zonde. Dus ik heb nu 9804 meegenomen. Lijkt me leuk. Het is een pyjamaatje. Nog een leuk broekje erbij. Ik dacht, dan koop ik liever even een maat groter, dan kan hij hier wat langer mee doen. Ik denk dat die broek hem nog veel te lang is, maar ja, je kan het gewoon even opkrullen, die mouwen, en dan is dat prima. En ik heb alles gewoon bij de Zeeman weggehaald. Ik haal eigenlijk op dit moment alle kleding bij de Zeeman weg van Thibaut, want ik ben daar gewoon heel erg over te spreken. En wat wij ook wel heel vaak doen, en dat is iets waar ik me niet heel erg voor schaam of zo, want ja, nou, je weet in wat voor tijd dat we zitten, en ik denk dat er heel veel meer gezinnen, net zoals wij, soms moeite hebben om rond te komen. Dus ik koop ook heel vaak tweedehands kleding. Ik heb de laatste kleding voor het type opgehaald, was ook allemaal merkkleding. Dat was wel heel tof. Via Marktplaats gekocht. Ik had een stuk of 10 broeken, en shirtjes, een trui en weet ik veel wat. Allemaal was €25 klaar. Ik vind het prima. De wasmachine in het is klaar. Ik geef heel vaak tweedehands kleding ook gewoon een kans. Helemaal in deze vervelende tijd. Ik hoop ook dat deze tijd heel snel voorbij is. Of als het makkelijker gaat worden financieel. Maar eerst moeten we het doen met de riemen die we hebben. En ik heb dit leuk shirtje. Die was gek op dino's. En het zijn ook wat lekkere dunne shirtjes. Voor als we wat naar het warme weer gaan. Theo is best wel een warmbloedig kind. Dus hij is best wel snel warm. Broekje. Dus dan is het wel fijn dat hij niet de te dikke pyjama aan heeft. Nou, heel saai onderbroekjes. Nou ja, prijzen vallen ook echt mee bij de Zeeman. Dus dan twee stuks. Dit is dan wel 92. Nou ja, dus ik ben benieuwd hoe lang dat hij daarin kan. Nog. Maar ja, ze hadden niet echt heel veel broekjes meer in zijn maat. Nou, hij is niet een heel dik kind, ook niet een te dun kind. Hij is gewoon gemiddeld. Dus ik denk dat dit al wel nog wel tijdelijk past. En het is een onderbroek. Want ik denk dat de luier hier nog makkelijk in past. En een donkere blauwe, die vind ik ook heel leuk. Ik denk, die draadjes die er altijd in zitten. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar ik wel. Irriteer me hier altijd echt mateloos aan. Zo, en dan gaan we naar deze. Kijk, weer dino's. Dino's vind je leuk, hè, Thibaut? Dino, leuk, hè? Ja. Gaan we zo nog even een stukje fruit eten? Ja, wij gaan mama zo even voor je maken. Mama, eerst even deze onderbroekjes laten zien. Oh, zo, ik heb echt een hekel aan die draadjes altijd, maar ja. En deze, en ze hebben, ik heb met mijn discussie met mijn vriend, dat is dan ook wel weer overdreven of zo. Maar ja, je hebt ook gewoon een normale onderbroeken. Geen boxers, maar gewoon onderbroeken. En mijn vriend vindt dat echt verschrikkelijk. Hij zegt, hij moet boxers aan. Als ik met dat soort broeken thuis koop, nou dan heeft hij zoiets van, nou breng me terug. Want ik vind dat gewoon niet mooi. Dus nou ja, ik vind dit ook leuker. Zo'n schattig boxertje. Dus deze. En dan moeten natuurlijk ook hemdjes bij. Want ja, meneer moet ook hemdjes dragen. En ik heb nog wel wat hemdjes boven. En straks voordat hij gaat slapen. We gaan zo eerst even fruit eten. En dan ga ik nog naar boven. Ik heb nog een wasmand vol met kleding staan. Dus dan ga ik dat even uitzoeken wat hij wel en niet aan kan. En wij hebben hier vlakbij een stichting zitten. Stichting Voordoor. Dat is een stichting die wat heel veel doet voor gezinnen die het echt niet breed hebben. En ik breng het oude kleding van Tibo daarheen. En dat verkopen zij daar weer voor een paar cent, voor 10 cent volgens mij. Voor dat soort gezinnen, zodat ze die stichting wel, nou ja, kunnen behouden. Dus dat is heel erg tof. Zij helpen ons af en toe en wij helpen hun. Dus dat is wel leuk. En deze past perfect bij bij deze onderbroek, dus deze had ik meegenomen. Ik vind dit zo schattig. En het is ook allemaal 9804. Ik denk, en hij is best ook wel lang, dus dit is wel prima. Oh, sorry. Mijn excuses voor deze gaap.
een groene. Nou, er is genoeg waar die wel bij past. Zo. En dan de laatste. Dat is gewoon een simpele blauwe. En dat zijn eigenlijk even op dit moment de hemdjes die er zijn. Er waren ook allemaal van die gestreepte hemdjes. Maar ik hou daar niet zo heel erg van. Gestreepte hemdjes. Ik vind het een beetje ouderwets of zo. Gestreepte hemdjes doet me aan mijn opa denken. Dus ik heb zoiets van, ik wil gewoon even of met een leuk dinootje of iets dergelijks. Dat vind ik ook leuker voor een kind. Maar gestreepte dingen vind ik echt, wat ben jij? Oh, je bent daarmee aan het spelen. Ik denk, wat is die kat aan het doen? Tibo was gisteren op de kermis geweest. Oh, die beelden. Ja, Melon. Dit is even nu voor jou, nu dat je aan het editen bent. Ik ga dat hierna er even in doen. Dat is wel leuk. We zijn gisteren nog op de kermis geweest. En Tibo heeft zo'n ding gewonnen waar je van die balletjes mee weg kan schieten. Alleen, Roxy speelt nu met dat hele stiekje. Dus ik denk, wat is ze nou aan het doen? Maar ze is nu met dat hele stiekje aan het spelen. Die ga ik zo even van afpakken voordat die stuk is. Dus ja, dit is wat ik heb gekocht. Ik ga even lekker fruit eten met Tibo. En ik ga kijken wat we gaan doen. Wat bij Jurn wachten, eten, huishouden straks doen. Ik ga niet dat even zien, maar... Het valt allemaal mee. Als ik zo in het rond kan, denk ik, het is wat te doen. Oh, je bent nog gestopt met spelen. Heel goed. Valt het nog wel mee, maar ik moet wel even de afwas doen en zo. Maar dat komt wel. Ik ga dit even doen. De was verder doen, want er zit nog was in de wasmachine, dat soort dingen. En dan kom ik later bij jullie terug. Ik ga dit even opruimen. Tot straks. Leuk vind om te doen. Ik ben gek op het mooie weer. En wat ik vooral het leukste vind bij het mooie weer is kweken. Tomaten, paprika, al dat soort mingmak. Ik heb een kas gekregen van mijn ouders afgelopen jaar. En die zijn we nu in de tuin aan het opbouwen. En ik heb hier een klein kastje in huis staan waar ik mijn plantjes in kweek. De komkommer en zo komt er op. Alle plantjes komen op. Ik heb hier voor het eerst aardbeien gepoot. Ik ga jullie even... waar kan ik jullie neer? Ik heb hier mijn plantenspuit. Daar ben ik dus druk mee bezig. Ik vind het echt super leuk om te doen. Ik geef het dus elke dag water. En dan kan ik straks mooi mijn eigen groenten kweken in de tuin. In de kas. Ik hoop dat het dit jaar wat beter gaat. Omdat ik dus die kas heb. Want normaal deed ik het gewoon in de tuin. Maar dat, hier waar ik woon wil dat niet echt. Kun je hier opzetten? Waar ik woon wil dat niet echt. Omdat het hier altijd heel hard waait. En ja, als het dan echt stormt, dan stormt het hier ook heel hard. En dan gaan die plantjes gewoon stuk. Ik heb dat nu al een paar keer gehad. En we hebben hier heel veel last van slakken en zo. Ik hoop, als ik zo de kans heb, dat dan
minder wordt. Dus ja, ik hoop straks met die kast dat ik, nou ja, ik heb nu, wat heb ik nu gepoot? Komkommer, tomaat, paprika. Ik heb worteltjes volgens mij gepoot, broccoli, wat kruiden. Dus daar ben ik nu druk mee bezig. En ik heb dus, dat zag ik voorbij komen, ik weet niet of het lukt, een stukje, een plakje van een tomaat, van een aardbei afgesneden en dat in de ingelegd. Dus ik hoop eigenlijk stiekem dat dat ook gaat werken. Dus ja, ik ben druk bezig met dat soort dingen. Ik vind het leuk om te doen. Dus ik hou jullie daar sowieso van op de hoogte. We moeten de kast nog even verder in elkaar zetten. Maar het lukte niet echt. Nu wordt het aankomende weekend echt mooi weer. Dus ja, ik sta nog met de kast bezig te gaan. Morgen wordt het al beter weer. En dat vind ik wel heel fijn. Want ik vind dit weer echt verschrikkelijk. Ik hou echt niet. Ik word heel depressief van het weer. En ik denk dat heel veel meer mensen hier in Nederland hebben. Dat ze heel depressief worden van dit weer. Dus ja, tijd voor mooi weer. Ik ben er echt heel erg aan toe. Ik ben echt toe aan de warmte, aan de zon. Ik word echt depressief van dit weer en van alleen maar regen. Hey Roxy, wat is dit ook? Misschien is dat je ook kijkt. Roxy. Mijn vriendinnetje, hè? Alleen een beetje een bang vriendinnetje. Ja? Kom je ook even gedag zeggen. Kom je ook even gedag zeggen. Ah. Knappert? Knappert? Laat me zien. Knappert ben jij. Ja, je bent een knappert. Mijn knappe meisje, hè? Ja, mijn knappe meisje. Dus ik ga even, ik ga even chillen, denk ik. Even wachten tot Björn thuis is. Tibo ligt te slapen. Ik ben druk met de was bezig, echt super saai. Ik moet alles eigenlijk nog doen, maar daar heb ik nu niet zoveel zin in. Misschien dat ik het straks nog even doe. Ik ga eerst even lekker chillen. Even wat drinken. Water. Heel saai. Even water drinken. Mijn serie kijken en dan wachten totdat Björn zo, die komt ook zo thuis. Dus stay tuned. Niet in je mond, hè? Ja. Niet in je mond. Niet in je mond. Hallo lieve mensen, wij gaan naar boven. Lekker douchen. Ja. Tibo gaat zo op bed. En dan ga ik mijn eerste dagvlog. Dagelijks vloggen. Bijna. Geeft niks. Gaan we afsluiten. Ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zie jullie morgen weer.